Gegroet, dames en heren. We bevinden ons op het ogenblik in de Prinsstraat, in het hartje van de studentenbuurt van Antwerpen. Want als we zeggen student in Vlaanderen, dan wordt er altijd heel vlug verwezen naar Leuven, de grote studentenstad. Maar numeriek is ook het aantal studenten in Antwerpen en ook qua dynamiek absoluut iets om u tegen te zeggen. En achter mij is dus een deel van de Antwerpse Universiteit in de Prinsstraat. De meeste studenten drinken hun pintjes niet in café Papa Jos achter mij, maar die gaan wel die kant uit en komen dan terecht op de Ossenmarkt, waar ze bijvoorbeeld in de kassa een pintje of een koffie verkeerd drinken. En hier achter ons is het prachtige Hof van Lieren. We mogen nooit vergeten dat Antwerpen zo fantastisch is, omdat het een historische stad is, vol met 17e en 16e eeuwse gebouwen, zoals dit hier. En ik heb hier gestudeerd, Germaanse, toen ik 18 was, 1920. Dus dan schrijven we eind jaren 80. En ik herinner me nog, ik was in deze gaanderij, prachtige jezuïtische gaanderij. En ik had net mijn uitslag gekregen. En toen kwam er een vriend naar me toe, namelijk Dirk Wouters, die nu assistent is op de universiteit. Die was eigenlijk te laat gekomen om zijn proclamatie bij te wonen. Dus die kwam hier vliegensvlug aangefietst. En die vroeg toen aan mij van, en Vitalski, ben ik geslaagd voor mijn examens? Mag ik het jaar over? En toen moest ik hem zeggen, sorry Dirk, je bent geflasht. Je moet blijven zitten, je moet het jaar opnieuw doen. En hij reageerde van, oh nee, hoe erg. Maar ogenblikkelijk daarop zei hij, en jij Vitalski, ben jij geslaagd? En een beetje verlegen zei ik van, ja, ik ben er wel door. En toen zei die Dirk, oh, alvast is dat heel goed nieuws. En toen was ik dus ontroerd door die mensen en altruïsme. Het feit dat ik er dan toch wel door was, was bijna voor hem minstens zo doorslaggevend als het droevige feit dat hij zelf geflasht was. En daarom kom ik nog geregeld naar dit prachtige binnenkoertje om na te denken over de goedheid van sommige mensen.